Jullie hadden wel gehoord dat ik goedemorgen zei. Maar twee keer is niet verkeerd en na zo'n lange tijd. Het is goed om weer in Nijkerk te zijn, een voorrecht. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Het is heerlijk om je hart te verheffen tot de Heere God door middel van liederen. En ik hoop dat je ook open staat voor wat de Heer vanmorgen tegen je te zeggen heeft. En dat je zo ook naar dit gebouw toegekomen bent dat de Heer zelf tot ons zal gaan spreken. Wat ik vanmorgen wil doen, ik wil gehoor geven aan de oproep om te proberen een beetje in het jaarthema te blijven. En ik vind het wel een heel bijzonder thema, dat meen ik oprecht, naar het beeld van de meester. Want je kan als gemeente over heel veel thema's nadenken. Je kan nadenken over de Bijbelse feesten. Je kan nadenken over de Heer Jezus in de psalmen. Je kan nadenken over de Bijbelse toekomstverwachting. Je kan nadenken over de gaven van de Heilige Geest. Maar weet je welk gevaar je dan loopt? Ik kom in allerlei kringen, van Pinkster tot Messiaans, van Geïnformeerd tot Vergadering. Maar je kan heel beschouwelijk met die onderwerpen bezig zijn, weet je wel? Dat je precies weet hoe de Bijbelse feesten in elkaar zitten. Dat je precies kan vertellen wat de tekenen van de tijd zijn. Dat je precies, nou ja, je voelt het wel aan. Maar dit thema, wat jullie hebben gekozen, komt heel dichtbij. En het doel van dit thema en van de tekst waar het op gebaseerd is uiteindelijk dat wij veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Ik ben veel mensen in mijn leven tegengekomen die meer kennis hadden dan ik. Alleen de vraag is, in hoeverre zijn ze innerlijk veranderd naar het beeld van de Heer Jezus? Dus het kan soms ook een masker zijn, hè, dat je je verbergt achter kennis. Nou ben ik niet tegen kennis, ik ben echt een warm voorstander daarvan. Maar ik heb wel ontdekt in mijn leven dat je heel veel kennis kan hebben, maar dat je hart ver van God is. En dat vind ik het mooie aan dit thema en ook wel het spannende. Want het gaat om het gelijkvormig worden naar het beeld van de Heer Jezus. Even los van de hoeveelheid kennis die je verzamelt. Nou, ik vind dat best wel spannend, omdat je dan ook met jezelf wordt geconfronteerd. En als je alleen maar kennis verzamelt, dan is dat soms nog iets buiten je. En daar zijn de mensen van onder de indruk. Wat een kennis heeft die broeder, zeg. Onvoorstelbaar. Maar de Heer ziet het soms heel anders. Want die kijkt naar het hart. En ik moest denken aan een uitspraak van Henk Binnendijk. Hoeveel van de Heer Jezus vindt God de Vader in ons leven terug. Kijk, dat is het. Nou, daar wil ik ter inleiding op het avondmaal iets over delen. Uit een hoofdstuk wat je niet 1, 2, 3 zou uitkiezen, denk ik. Spreuken hoofdstuk 8. Wordt niet zoveel uitgesproken, maar ik nodig je uit om met mij mee te lezen als je je Bijbeltje bij hebt. Of het wordt geprojecteerd, ik weet niet hoe het hier werkt. Spreuken hoofdstuk 8, vers 22 tot en met 36 en daarna tot nog een paar versen uit Romeinen hoofdstuk 8. Spreuken hoofdstuk 8. En dat is een heerlijk hoofdstuk. Ik ben er heel enthousiast over. Want daar gaat het niet over de Heer Jezus hier op aarde. Over dat wat hij allemaal hier op aarde heeft gedaan. In zijn lijden, sterven, opstanding, etc. Het gaat ook niet over de Heer Jezus na zijn verheerlijking. Maar het gaat over de Heer Jezus in de heerlijkheid van de Vader voordat hij naar de wereld kwam. Heb je zo wel eens naar hem gekeken? Als je dat plaatje ziet, dan wordt het wonder nog groter dat hij kwam naar een wereld verloren in zonde en schuld. Want als je dit leest, dan zeg je, ja, als ik hem geweest was, voor zover je dat kan zeggen, ik had daar heerlijk gebleven. In de heerlijkheid bij de Vader. Nou, lees maar mee. Ik vind het heel mooi. Vers 22, Spreuken 8. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin. Vanaf de tijden voordat de aarde er was. Dat is een mysterie, toch? Zo rijk. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Ik ben een hoofdletter. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar.
Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde. Zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende. Was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs en verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert door dag aan dag te waken aan mijn poorten. Door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, die vindt het leven. En die verkrijgt de goedgunstigheid van de Here. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, die hebben de dood lief. Amen. Nog een paar versen uit Romeinen 8. En dat gewoon even om het verband. Bekende versen, maar toch wil ik ze even lezen. Omdat dat het uitgangspunt is voor het jaarthema. Prachtige versen. Romeinen 8 vers 28. En wij weten, dat is echt Paulinisch, hè? Paulus zei nooit, ik hoop erop. In de zin van, nou ja, afwachten of het komt. Nee, altijd die zekerheid, hè? Daarvan kan je zeggen, is dat niet een beetje hoogmoedig van Paulus? Maar hij was niet zozeer overtuigd van zichzelf. Maar hij was overtuigd van de God die hij diende. En van daaruit sprak hij met zekerheid. Want wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder veel broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij er ook toe geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Nou, tot zover deze inleidende gedeelte. Ik sprak gisteravond nog op Urk over iets heel anders. Heb ik over de eindtijd gesproken. Maar toen heb ik even stilgestaan bij Romeinen 8 en toen heb ik ze een spoedcursus Romeinen 8 gegeven. Nou, als je nou iets moois wil meenemen vandaag, dan kan je heel veel hopelijk uit de boodschap meenemen. Maar dan moet je uit Romeinen 8 drie dingen meenemen. Dan heb je de samenvatting. Voor degene die in Christus zijn, alleen voor hen, geldt volgens Paulus dat er allereerst in vers 1 van Romeinen 8 geen verdoemenis meer is. Geen veroordeling meer. Dat is iets geweldigs, toch? De eerste geen, ik heb er drie. Geen veroordeling meer of geen verdoemenis meer. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met het feit dat we in Christus zijn. En dat heeft hiermee te maken dat het oordeel van God over de zonde van de mensheid, voordat God die op ons legde, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve Zoon. Het oordeel is op Christus gelegd. Wij zijn in hem. En hij heeft het oordeel van God doorstaan. En is als overwinnaar eruit gekomen. Als God straft, dan doet hij dat één keer. En dat klinkt een beetje oneerbiedig misschien. Maar als God iets doet, dan doet hij het goed. Daarom is het zo belangrijk om in Christus te zijn. Dan is er geen veroordeling, geen verdoemenis meer. Daarom geloof ik met betrekking tot de eindtijd dat wij niet meer in het oordeel van God zullen komen. De tweede dood zal ons niet raken, zegt het boek Openbaring. Geen veroordeling. Dat is een ontspannen leven in deze tijd. Dat je vrij bent in je geweten, dankzij het bloed van de Heer Jezus. Het tweede wat hij zegt, Romeinen 8 in vers 12. Je hebt nu geen verplichting meer om naar het vlees te leven. Dat is de tweede geen. Geen veroordeling meer. Maar je hebt ook geen verplichting meer.
Oh, heerlijk, zeggen mensen dan. Geen verplichtingen. Al die verplichtingen vandaag. Ja, het gaat hier over de verplichting om naar het vlees te leven. Je was voorheen, toen je de Heer Jezus nog niet kende, verplicht om te zondigen. Dat was het mechanisme wat in je werkte. Maar doordat je in Christus bent, doordat je gelooft in hem, vertrouwt op zijn offer, zegt de Bijbel, het zijn niet mijn woorden, je bent niet meer verplicht om naar het vlees te leven. En ik kom in heel veel gemeenten, en dit is niet zozeer een onbekende waarheid dat ze niet weten dat het op papier staat, alleen in de praktijk vinden ze dit heel moeilijk. Heel veel christenen vandaag geloven in de vergeving van zonden. Maar dat is één kant van de medaille. Weet je waar heel weinig mensen in geloven? Dat je geen verplichting meer hebt om naar het vlees te leven. Je bent niet meer verplicht om te zondigen. Nou, ik zal geen vingers vragen, want ja, dat is best gevoelig natuurlijk. Maar ik vraag me wel eens af, hoeveel van jullie geloven dit? Dit is zo'n geweldige sleutel. Vroeger was ik een slaaf van de zonde, maar dankzij het bloed van Jezus ben ik losgekocht, ben ik vrijgekocht uit de slavernij van zonde. Ik heb niet alleen vergeving ontvangen, maar ik ben ook een vrij mens geworden. Stel voor dat je alleen vergeving ontvangt, maar nog steeds een slaaf van de zonde bent. Ja, maar dan ga ik vanavond weer op mijn knieën, of vanmiddag. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar dit moet geopenbaard worden in je hart, in je denken. Dat je niet meer verplicht bent om te zondigen. Je hebt een nieuwe wil, een nieuwe natuur, een nieuwe geest, een nieuwe meester, nieuw verlangen. Dankzij het werk van de Heer Jezus. Ik ben zo blij met hem. Daarom wil ik hem gelijkvormig worden. Herken je dat? Want door hem is er geen veroordeling meer in mij. Heb ik niets te vrezen. Het is door hem dat ik niet meer verplicht ben om te zondigen. Ik heb een keuze. Hoge woorden, hè, gelijk al. En weet je wat de laatste geen is in Romeinen 8? Er is geen scheiding meer. Mooi, hè? Drie eenvoudige sleutels. Geen veroordeling meer, vers 1. Geen verplichting meer, vers 12. En de laatste, er is geen scheiding meer, vers 39. Nou, heb je Romeinen 8 in een notendop. Geen scheiding meer. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Niets. Weet je wat ik wel humor vind, ook in deze tijd? Er staat, nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden. Niets. Daar ben ik blij mee in deze tijd. De overheid gaat mij niet scheiden van de liefde van Christus. Amen. Ik ben een vrij mens. Geen veroordeling meer. Geen verplichting meer. Geen scheiding meer. Dit is toch de beste boodschap voor de tijd waarin wij leven? Dan ben je echt vrij. Dan kom je tot je bestemming. Hey, het is niet zomaar dat ik dit deel, want ik wil ergens naartoe. Als dit nou je deel is door de genade van God, wat je straks ook door het avondmaal gaat belijden. Geen veroordeling, geen verplichting meer, geen scheiding meer. Ja, dan is er als vanzelf een verlangen in je hart om gelijkvormig te worden naar het beeld van hem die dit alles voor jou en mij heeft bewerkt, toch? Dan wil je op hem gaan lijken. Dan is het vanmorgen geen verplichting meer van je moet op Jezus gaan lijken. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Ja, voor vandaag. Maar morgen ben je dan weer kwijt, toch? Maar als je dit gaat zien, als ik deze drie zegeningen aan hem te danken heb, dan gaat het als vanzelf in je hart branden. Maak mij een beeld van u. Dat. Nou, Spreuken 8. Dan ben ik waar ik wezen wil. Dan is Spreuken 8, hey, Romeinen 8, Spreuken 8, ik weet niet of dat verband houdt met elkaar. Maar dan zie ik in Spreuken 8 zulke geweldige dingen van de Heer Jezus. Dat ik zeg, Heer, maak mij een beeld van u. En dat vind ik zo heerlijk. Spreuken 8 spreekt ons van wijsheid. Want wijsheid is de inhoud van het boek Spreuken. Wat geschreven is door Salomo. En er is niemand zo wijs geweest als hij. En Salomo heeft geleid door de Heilige Geest iets mogen opschrijven van de Heer Jezus.
Niet op het moment dat hij hier op aarde leed of aan het kruis hing of ten hemel opvoer. Nee, Salomo mocht iets op papier zetten van de situatie voordat de Heer Jezus naar de wereld kwam. Hij kreeg een inkijkje in de heerlijkheid van God. Ja, dat was een echt thuis. Hij komt uit een warm nest, de Heer Jezus. En Spreuken 8 spreekt daarover. Dan zie je iets van de intimiteit tussen vader en zoon. Betrokkenheid op elkaar, liefde. En weet je wat heel interessant is? Ik heb heel veel liefde voor het Joodse volk, voordat mijn mailbox morgen vol zit. In een normale situatie ga ik er elk jaar naartoe. Maar Joden zijn gek op wijsheid, hè? En als ik in Jeruzalem ben, dan ga ik meestal zo'n souvenirswinkeltje in. En daar staat dan zo'n ultra-orthodoxe Jood en dan stel ik me een beetje naïef op. Alsof ik niks weet en ik ga gewoon vragen stellen. Dan krijg je een band, hè? Want een Jood is iemand die zijn kennis kan delen. Dat wordt je grootste vriend, echt. Alleen je moet vragen stellen. En dan komt hij helemaal tot bloei. En dan ben ik natuurlijk ondeugend, want ik kom uiteindelijk bij de Messias uit, dat begrijp je wel. Maar je moet hem eerst laten delen van zijn wijsheid. Maar weet je wat nou zo bijzonder is in Spreuken 8? De wijsheid waar het over gaat, is niet iets intellectueels, allereerst. Maar de wijsheid in Spreuken 8 is een persoon. Hé, hey, dan heb je hem, hè? Dan heb je hem. Want het gaat over verschillende keren, bijvoorbeeld in vers 25, voordat de bergen waren verzonken voor de heuvels, werd ik geboren. Hé, er wordt gesproken over een geboorte. Het gaat dus over een persoon. Dus je kan niet blijven steken in kennis, intellect, wijsheid. Nee, het is een persoon die de wijsheid wordt genoemd. En dat verzin ik niet alleen. Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 3, alle schatten van kennis en wijsheid zijn verborgen in de Heer Jezus. Daar heb je hem. Over hem gaat het in Spreuken 8. Het houdt allemaal verband met elkaar, met de persoon van de Heer Jezus. Nou, als je nou eens een gesprek met een Joods iemand hebt, dan moet je zorgen dat je zo'n hoofdstuk pakt, hè? Ja, wijsheid. Nou, dan komt hij tot bloei, hè? Ja, wacht even. Het is een persoon, hè, waar we het hier over hebben. Yeshua HaMashiach, daar gaat het over hier. En dan kan je een heel mooi gesprek krijgen. En in mijn leven heeft het ertoe geleid dat ik soms een gesprek had, dat ik zo'n souvenirswinkeltje uitging en dat we het over de komst van de Messias hadden gehad. En dat ik die beste broeder zover had, of de Heilige Geest kreeg hem zover, zeg het maar. Dat hij zei, misschien heb jij gelijk. Of misschien heb ik gelijk. Nou, dan had ik al heel veel gewonnen, of niet? Dus het is mooi om iemand daarin mee te nemen. Het gaat in Spreuken 8 over de wijsheid, de Heer Jezus. Een persoon die er al was voor de schepping. Het is een mysterie, toch? Iemand die in de evolutie gelooft, die gelooft in een knal, in een oerknal, dat weten jullie wel. Er was niks. En datgene wat er niet was, is ook nog ontploft. Dan heb je een groot geloof. Dat zeg ik altijd tegen die mensen. Ik zeg, je hebt een groter geloof dan ik. Ik geloof in ieder geval in een persoon die iets gecreëerd hebt. Ja, maar als jij het vreemd vindt dat er niets was en dat is ook nog ontploft, dan vind ik het ook vreemd dat er iemand was en hoe zit dat dan daarvoor? Nou, weet je wat het geheim is? Dit is het geheim. God stond buiten de tijd. Hij stond buiten de tijd. Hij heeft de tijd geschapen. Hij heeft de tijd in het leven geroepen. Hij stond er buiten. Hij was er al. Bij hem is geen tijd. Mag ik het even oneerbiedig zeggen? Hij heeft de tijd voor jou en mij in het leven geroepen. Beetje geordend. We beginnen vanochtend om 10:00. Ik weet niet hoe laat we precies eindigen. Tijd, hè? Wij denken in tijd. Vanmiddag moet je naar tijd. God is tijdloos. Hij stond er buiten. En hij heeft de tijd voor jou en mij geschapen. In het leven geroepen. Maar de wijsheid was er dus al van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat vind ik zo mooi. Want hoe was het toen in die heerlijkheid bij de Vader? Ik probeer altijd wat te visualiseren. Misschien vind je dat moeilijk of niet. Maar ik probeer er een beeld van
te krijgen. Nou, Spreuken 8 zegt iets over de situatie. Lees mee, drie waarheden, vers 30. Er staat allereerst, de Heer Jezus was het lievelingskind, het troetelkind van de Vader. Mooi, hè? Ja, zo spreek je eigenlijk nooit over de Heer Jezus. Is dat niet een beetje kinderachtig, een beetje vreemd? Nee, het zegt iets van die innige verbondenheid tussen Vader en Zoon. Het troetelkind, het lievelingskind van de Vader. Het tweede wat we lezen, de Heer Jezus was voor zijn Vader de bron van vreugde en blijdschap. Mooi, hè? En het derde, de Heer Jezus speelde voor het aangezicht van zijn Vader. Weet je wat dat zegt? Dat was echt ontspannenheid. Wij zouden vandaag zeggen, het ging er echt relaxed aan toe. Nou ja, pas het toe, wij hebben vier kinderen. Dit doet je echt goed als je dit ziet bij je kinderen, toch? En ik hoor zoveel ellende. Gewoon in het natuurlijke leven. Dat je je verblijdt over je kind. Ze moeten toch niet aan je kind komen? Dat is iets bijzonders. Lievelingskind. Troetelkind. Een bron van blijdschap. Sommige mensen zeggen, ja, als mijn kinderen thuis komen, beginnen de gordijnen te waaien. Ja, dat hoor ik ook regelmatig terug. Maar dit is toch een zegen als je dat kan zeggen. Bron van blijdschap. En in mijn nabijheid zijn ze ontspannen. Het is toch een geweldige zegen als een kind zich echt thuis voelt. Op zijn gemak is. Dat daar vertrouwelijke omgang is. Intimiteit. Nou, wij werden bemoedigd, bijvoorbeeld uit mijn eigen leven. In november kwam onze oudste zoon naar mijn werkkamer toe. En ik ben natuurlijk niet zo'n goede vader zoals ze in Nijkerk zijn. Hè? Laat dat duidelijk zijn, vergeef me het. Maar mijn kinderen komen vaak mijn kamer binnen en hebben ze of een vraag of een opdracht. Of een, weet je wel? En dan zit ik er net lekker in, hè? Ken je dat? Dat komt dan even niet uit, zeg maar. Maar na dit verhaal moet je dat nooit meer denken. Want mijn zoon kwam ook mijn werkkamer in en toen dacht ik, ja, kom allemaal niet uit en dan zit je door te tikken. Ja, weet je wel? Ja, zeg het maar. Ja, dit is... Zo werkt het toch niet? Maar ja, hij zei, ja, ik wil gewoon even wat met u delen. En toen schrok ik van mezelf. Want ik was enerzijds zo blij dat hij iets met me wil delen in vertrouwen. Hij had nagedacht over de doop. En de Heer had met hem gesproken. Door een medebroeder heen. Uit onze gemeente. En hij wilde met mij zijn leven doorspreken. We hebben een hele open relatie. Maar hij wilde een paar kernpunten gewoon doorspreken en doorbidden. En die middag lag ik samen met mijn zoon op de knieën. Even nadenken hoe het begon, hè? Ja, zeg het maar. Komt eigenlijk even niet uit. Maar jongen wilde zijn hart delen. Het is toch een zegen dat je zoon komt om zijn hart met jou als vader te delen. Vertrouwelijk. En we zijn op de knieën gegaan. En een week, twee weken later heb ik hem mogen dopen. Er is geen grotere zegen dan dat. Geen grotere vreugde. Elk voorbeeld gaat mank, maar zoiets, die vertrouwelijkheid tussen vader en zoon, voordat jij en ik er waren, in de heerlijkheid. Wat een bijzonder iets is dat geweest. En soms geeft de Heer iets daarvan te proeven in het normale dagelijkse leven, zoals wij dat beleven. Met alle ups en alle downs. Zo was het in de hemel. Zo kan het soms zijn in het natuurlijke leven, maar ik ga natuurlijk naar het jaarthema toe. Naar het beeld van de Meester. De Heer Jezus, hij werd geboren. Jij en ik, wij kunnen vanmorgen getuigen van wedergeboorte, of niet? Als je deelneemt aan het avondmaal, kan je getuigen van een geboorte. Dat is ook altijd wel grappig, als je aangehouden wordt door de politie. En als ze dan je geboortedatum vragen, dan kan je natuurlijk allemaal in Nijkerk zeggen, welke wil je hebben? Ik heb er twee. Ik hoop dat je daarvan kan getuigen. Er zijn zulke eenvoudige bruggetjes om gewoon het evangelie te delen. Die man staat natuurlijk te kijken alsof die water ziet branden. Ja, zeg maar, welke wil je hebben? Want ik ben één keer uit mijn moeder voortgekomen, dat was ook een feest. Maar het was een nog groter feest toen ik tot wedergeboorte kwam. Toen ik leven uit God ontving. Nou ja. Goed, we gaan verder, zegt die man dan natuurlijk. Maar dan zeg jij natuurlijk, ik wil het uitleggen.
We zijn er nu toch. Maar dat is zo mooi. Wedergeboorte is het begin van het leven uit God. Dat je mag gaan ontdekken, geen veroordeling meer, geen verplichting meer, geen scheiding meer. Maar je bent geboren, niet om te blijven wie je was, maar om te veranderen naar het beeld van de Zoon. Spannend, hè? Met al die haken en hoeken in je karakter, in je persoonlijkheid. En hoe intiemer je met iemand leeft, hoe duidelijker die dingen zichtbaar worden. Ja, daarom, maar goed, vergeef me het. Is coronatijd echt de pest voor de kerk, weet je dat? Ja, ik ben voorstander, gewoon samenkomen. Maar goed, dat ben ik. Waarom? Als al die gelovigen verdeeld raken, op zichzelf komen te staan. We hebben elkaar nodig. Want in die intimiteit word je geslepen. Face-to-face. Jezus heeft geen Zoom-kerk ingesteld. Echt niet. Dat was niet zijn opdracht. En daarom moet je het tot het uiterste gaan. Alle ruimte benutten die er zijn. We hebben elkaar nodig om gevormd te worden naar het beeld van de Zoon. Daar gebruikt God zijn woord voor, daar gebruikt God zijn geest voor, maar daar gebruikt God ook de gemeenschap voor. Die intieme omgang met elkaar. Dat je een inkijkje geeft in je leven. Vind je dat spannend in Nijkerk of niet? Ja, jullie durven niet te antwoorden, want daarnaast zit iemand, die zit op jouw kring natuurlijk. Dus dat is best spannend als je dan nee zegt of ja zegt. Of, nou ja. Begrijp je? Intimiteit. Daarin vindt dat vormingsproces plaats. En dat is een spannend proces. God is onder ons komen wonen. Hij is één van ons geworden. Heb je wel eens gehoord van Philip Jensen? Dat is een bekende schrijver. En die heeft de menswording van God weergegeven middels een aquarium. Misschien ken je dat voorbeeld wel. Er was iemand die kocht een heel groot aquarium. Hij kocht vissen. Hij was dus de eigenaar van die vissen. Maar hij wilde een relatie met die vissen opbouwen. En iedere keer als hij bij dat aquarium kwam, schoten die vissen alle kanten op. En ja, als rechthebbende, als eigenaar, wil je een relatie toch? Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik 's ochtends uit bed kwam en mijn kinderen schieten alle kanten op als ik de woonkamer in kom, toch? Nou, dat kan zijn omdat ik er nog niet heel florissant uitzie, maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar die eigenaar had dat ook en hij dacht, hoe kan ik nou een relatie op gaan bouwen? Nou, hij dacht, weet je wat, ik ga op vaste tijden die vissen ontmoeten. Dan kunnen ze er een beetje rekening mee houden. Dan kijken ze op de klok, nog 5 minuten, komt hij weer. En zo probeerde hij allerlei vaste methoden, ritmes in te bouwen, zodat hij binnen zou kunnen komen. Maar wat hij ook deed, je voelt hem wel aan, ze schoten alle kanten op. Toen kwam hij op het idee, weet je wat, er is maar 1 oplossing om bij hen te komen. Dat is om 1 van hen te worden, om een vis te gaan worden. En hij werd een vis. En hij dook in het aquarium. En hij werd 1 van hen. En hij kreeg een diepe, intieme relatie met hen. Ze schoten niet meer alle kanten op, maar ze schaarden zich rondom hem. Dit is wat God deed in de volheid van de tijd. God is geest. Hij heeft vlees en bloed aangenomen, 1 van ons geworden, uitgenomen de zonde, zodat we niet alle kanten op zullen schieten, maar dat hij in die intimiteit kan komen. Wat je misschien wel heel spannend vindt. Maar hij komt altijd dichtbij om jou meer gelijkvormig te maken aan het beeld van de Zoon. Spannend, hè? Dat is in Nijkerk niet het geval, maar als je spreekt en je maakt een boodschap persoonlijk, dan zie je soms mensen draaien op hun stoel. Of ze moeten net even iets pakken, of nog een snoepje, of ze kijken op de klok. Maar als je dichtbij komt, dat vindt men altijd eng. Veel mensen hebben het liefst een globale prediking. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Maar de Bijbel leert dat jij van binnenuit vernieuwd moet worden. Dat is niet dat globale, dat algemene. Dat gebeurt veel te veel in de kerken. En ik vrees dat er daardoor zo weinig gebeurt. Maar Jezus sprak altijd recht op het hart. Hij was uit op hartsverandering. Hé, dit is het jaarthema. En waar wil hij daar naartoe? En dan ga ik een beetje afronden. Nou, voor Pinksteren was Jezus de enig geborene van de Vader, toch? Na Pinksteren is hij de eerstgeborene van de Vader. Nou,
Ik ben de jongste van de vijf. Ik was een beetje de Benjamin, dat is me altijd verweten. Maar goed, ik ben lang, dus ik heb veel klappen gehad. Dat viel ook niet mee om de Benjamin te zijn. Maar als je de eerstgeborene bent, dat betekent dat er na jou meerdere volgen, toch? Voor Pinksteren de enige geborene van de Vader. Na Pinksteren de eerstgeborene. Er volgden er meer kinderen. Dat is bijzonder. Hoe heeft dat plaatsgevonden? Nou, ik heb de wedergeboorte ondergaan. Wedergeboorte betekent letterlijk uit God geboren worden. Uit de geest geboren worden. Van bovenaf geboren worden. Dat is wonderlijk, hè? En alleen door wedergeboorte word je gevoegd in het huisgezin van God. Waar Jezus voorheen de enige geborene was en later de eerstgeborene. Weet je wat de Vader verlangt? Daarom vind ik het jaarthema zo mooi. Hij verlangt meer Jezussen op aarde. En nou ga je aan jezelf denken. Ja, maar wie ben ik? Je kent mijn verleden niet. Je kent mijn leven niet. Ja, maar dat is nou juist de uitdaging die God met jou en mij aangaat. Vind je dat niet bijzonder? Zijn er hier mensen in ons midden of meekijkend die zeggen, nou, ik begrijp wel dat God dat project met mij aan is aangegaan. Ja, ik kan er goed bij voorstellen. Dan heb je nog weinig zicht op je eigen hart. Maar weet je wat nou zo'n groot wonder is? Dat ondanks wie jij bent, de Heer zegt, weet je wat? Ik laat je tot wedergeboorte komen. En je bent voor mij te kostbaar om te blijven wie je was. Ik ga je veranderen. Ja, maar Heer, dat vind ik eng. Ja, dat vind ik ook wel eens eng. Want soms dan raakt hij wel eens iets dat je zegt, raak dat alsjeblieft niet. Maar waarom raakt hij dat stukje? Zodat dat weggehaald wordt wat Christus niet is in je leven. Wat hou je dan over? Nou, dat beeld ken je toch wel van Michelangelo. Dat grote granieten blok, hè. Daar ging hij een paard uit maken. Toen zei zijn buurman, toen dat blok werd aangeleverd, hoe kan je daar nou ooit een paard uit maken, uit dat granieten blok? Hij zei, nou, dat is heel eenvoudig. Je moet gewoon alles wegslaan wat geen paard is. Zo simpel is het. Wat doet God in ons leven? Wat doet het jaarthema? Hij slaat weg, hij tikt weg alles wat Christus niet is. Zo word je gelijkvormig aan het beeld van Jezus. Dus laat me heel eerlijk zeggen, alle zoetsappige prediking, waar je heel vaak over je bol gestreken wordt, leidt niet altijd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus. Soms moet je in een preek wel eens heel hard auw roepen. Er werd weer iets geraakt wat weggeslagen werd. Maar het gevolg is wel de gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus. Ben je blij met een scherpe prediking die uit liefde wordt gebracht? Het maakt jou en mij gelijkvormig aan het beeld van Jezus. Mijn kinderen zeggen wel eens, ik vind het niet fijn wat u zegt. Ik zeg, nee, dat begrijp ik. Maar het is wel nuttig voor je dat ik dit zeg. En soms, niet altijd, kinderen gaan natuurlijk nu massaal thuis spreken met de ouders. Pa, bedankt hoor, zoveel jaar geleden dat je dit hebt gezegd, dat hebt gezegd. Maar soms komen ze wel eens op een punt dat ze zeggen, goed dat u dat gezegd, want uiteindelijk heb u gelijk. En ik voelde het wel aan hoor. Alleen om het te erkennen, hè? Om het uit te brengen uit je mond. Dan moet je een drempel over. Dat is zo bevrijdend. Nou, zo werkt God in jou en mijn leven. En nou komt de toepassing. Wat wil de Heer dan vandaag? Nou, dan kan je alles over gaan zetten van de Heer Jezus, spreuken 8, naar jou en mijn leven. Weet je wat hij verlangt? Dat die betrokkenen, die leden in de ark, ik weet niet of jullie leden of betrokkenen hebben, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn nou mijn lievelingskinderen. Mijn troetelkinderen, spreuken 8. Ze lijken op iemand. Op mijn eerstgeborene. Je ziet het zo in ze terug. Het zijn mijn lievelingskinderen. Als ik naar de ark ga. Nee, het zijn niet altijd lievertjes. Heilige boontjes. Maar het zijn wel kinderen van mij die met vallen en opstaan verlangen om mij na te volgen. Al de dagen van hun leven. Hierin is de blijdschap van de Vader dat hij ziet dat zijn kinderen in de waarheid wandelen. Nou ja, zeg het maar. Hoe is jullie leven? Zijn jullie troetelkinderen van de Vader? Ja, Jacques, stel niet van die rare vragen, joh. Dit is de Veluwe, toch? Die vragen, daar denken... Nee, die stellen wij ze niet. Nou, ik stel hem wel. Ben jij een troetelkind van de Vader? Als de Vader naar je kijkt, wordt hij dan blij over jouw levenswandel? Maak de ark, het vaderhart van God, blij. Is toch bijzonder?
Ja, er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Amen. Maar weet je waar ook blijdschap over is in de hemel? Als zijn kinderen in de waarheid wandelen. Het tweede, ben jij voor de Vader een bron van blijdschap? Is dat mooi? Dat je de aanleiding voor je schepper bent. Ja, ik wil echt niet oneerbiedig worden. Ik bedoel het echt oprecht. Maar dat als hij jou ziet, dat hij een goede dag heeft in de hemel. Heerlijk als ik naar ze kijk. Zijn bron van blijdschap. Er gaat veel mis in deze wereld. Nog niet alle dingen zijn aan mij onderworpen. Maar als ik naar de ark kijk, dan word ik blij. Dat zijn mensen die niet alleen mooi babbelen, maar ook bijbels leven. Uitdaging toch dit jaar? Jullie hebben echt een heel hoog thema gekozen hoor. Je kan nog terug. Net begin februari. Maar het is een hoog thema. Mijn lievelingskinderen. Mijn troetelkinderen. Bron van vreugde. En het laatste. Ze wandelen in ontspannenheid voor mijn aangezicht. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Geen veroordeling meer. Geen verplichting meer. Geen scheiding meer. Weet je wat het gevolg daarvan is? Als je dit echt pakt, niet alleen verstandelijk, maar echt in je hart. Dan ga je ontspannen leven. Wij zingen in onze gemeente ouderwetse liederen nog. Maar daar zingen we onder andere, hoe groot is het genot van de wandel met God. Wandel je ontspannen met Jezus. Ga je niet van kramp tot kramp steeds voort en van klacht tot klacht. Maar zien uw kleinkinderen iets in u van Jezus terug. Mijn opa is een beetje een bijzondere man. Maar hij gaat van kracht tot kracht steeds voort. En mijn oma, ja, uiterlijk. Kijk, mannen worden knapper naarmate ze ouder worden. Hè, maar uiterlijk. Maar innerlijk vernielt ze van dag tot dag. Dat is het werk van de Geest van God. Om je gelijkvormig te maken aan het beeld van Jezus. Ben jij als vader iemand waarin je kind iets terugziet van Jezus? Dat heeft niet te maken met dat je geen fouten maakt. Het heeft allereerst te maken dat je eerlijk bent, transparant bent, doorzichtig tot op het bot. Je kan van je kinderen openheid eisen, maar als jij het niet bent, zullen zij het nooit open gaan leven. Echt niet. Je kan 100 preken over ze uitgieten, maar als jij als vader of moeder niet het voorbeeld bent, dan kan je eindeloos veel conferenties gaan bezoeken. Het gaat niet werken. Zij kijken naar jou. Kwetsbare positie, hè? Maar wel mooi. Ziet God Jezus in ons terug? Zijn we zijn lievelingskinderen? Zijn we voor hem een bron van blijdschap? En ziet hij dat we ontspannen wandelen? Dat wil de Heer. Hoeveel mensen zijn vandaag niet gespannen? Bevreesd. Angstig. Dan ga je ook krampachtig leven. En dan ben je heel snel geprikkeld. Gestoken als door een wesp. Maar die ontspannenheid. Ik ben zo blij met de Heer Jezus, echt. Door hem geen veroordeling meer. Door hem geen verplichting meer. Door hem geen scheiding meer. Maar van daaruit ook een intens verlangen om hem gelijkvormig te worden. Nou, zullen we even een minuutje stil worden? En je zegt, Heere God, dit hebben we nu gehoord. Ik vind het wel een hoge standaard, Spreuken 8. Ja, ik kan er ook niks aan doen, staat er toch? En ik ben blij met jaarthema. Kan ik er lekker op door? Romeinen 8. Niet allereerst bestemd om naar de hemel te gaan. Niet allereerst bestemd om naar de hel te gaan. Zo dacht ik vroeger, hè. Maar allereerst bestemd om hier op aarde, hier, in deze bedeling, gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. Hier. Wat heb je eraan als je straks pas Jezus gelijkvormig wordt? Waarom zijn wij hier? De enige reden dat wij nog op aarde zijn, is dat God zich zichtbaar wil maken door jou en mij heen. Omdat de wereld de Bijbel niet meer leest. Maar dat we leesbare brieven van Christus zijn. Heer, dat ben ik van mezelf niet. Nee, ik ook niet, joh. Maar zullen we ons hart openstellen voor hem? En zeggen, Heere God, dit is uw standaard. Ik wil er niks aan afdoen. Hier ben ik, met al mijn haken en hoeken. Dat puntige karakter. Oh, dat korte lontje. Geef het voordat we avondmaal gaan vieren aan hem. En hij gaat er wat moois van maken. Knoestig hout, hè? Tabernakelhout. Hard, zwaar om te bewerken. Maar hij maakt er panelen van. Overtrokken met goud. Gods heerlijkheid zichtbaar. Staan op een zilveren voet. Alles dankzij hem.